Geluidmakers, we gaan eens even een keertje kijken naar een heel ander soort PC. We gaan eens even kijken of we een game PC weten samenstellen voor 500 euro. Is dat momenteel nog mogelijk? Laten we beginnen. Ben jij momenteel op zoek naar een leuke compacte behuizing voor jouw nieuwe PC-beeld? Dan moet je zeker even de NZXT H1-kast eens checken. Het is een kleine form factor case waar je zonder veel moeite een heerlijke mini-PC van kan maken. Samen met een 140 mm waterkoeler wat wordt meegeleverd, plus nog eens een compacte 650W80+ voeding, is dit de basis voor jouw nieuwe PC-beeld. En wil je meer weten over deze kast? Check dan zeker even de link in de beschrijving. En als je hem daar ook bestelt, krijg je ook maar liefst 50 euro extra korting. Yo, what up? Dit is Marco van TechTime en leuk dat je kijkt naar deze video. We gaan eens even koekloeren naar een hele leuke game PC voor 500 euro. En met de huidige markt is dat echt wel een uitdaging geweest. Jongens, leuk dat je er weer bij bent. Toon je support, duimpje omhoog en natuurlijk ook even abonneren. En er is nog één ander dingetje. Want vanavond, als deze video toevallig kijkt op 10 september 2021... vanaf 8:30 ga ik namelijk op Twitch ook een extra code bekendmaken om even extra winkans te geven voor deze producten hier. Dus als je nog kans wilt maken op deze producten, check dan zeker even mijn stream vanavond. Code nummer 3 ga ik dan bekendmaken. We starten met het eerste onderdeel. Processor, belangrijk onderdeel. Ja, dit was wel even een dingetje waarvan ik dacht van ja, we hebben niet heel veel budget, dus we moeten op zoek gaan naar een quad-core. De Intel Core i3-10105F is dus gekozen. Dit is een quad-core CPU, wat voor de meeste games voor nu zeker nog wel goed genoeg is. En hij heeft ook nog eens ondersteuning voor hyperthreading. Dus in taakbeheer zie je dus bijvoorbeeld 8 threads staan. Dus wil je lekker meerdere dingen tegelijk gaan doen, dan zal het met deze CPU geen probleem moeten zijn. Standaard is deze geklokt op 3.7 GHz en een turbo naar 4.4. En het is op zich wel een leuk CPU'tje voor een basis game systeem. Oké, wil je nou lekker high-end gaan video editen ermee? Ja, dat is dat wel een beetje een uitdaging. Het kan ermee door, maar het is wel een verschil ten opzichte met bijvoorbeeld een Intel Core i7 of een Ryzen 7 of 9 CPU. De Intel Core i3-10105F is op zich wel een leuk CPU'tje. Standaard ook al geleverd met een best wel decent CPU-koelertje. Ja, het is niet een heel spannend ding, maar voor een basis budget game PC voor 500 euro is de Intel Core i3-10105F wel interessant. En dan gaan we door naar het volgende en dat is het geheugen. En er zijn steeds meer games die baat hebben met meer dan 8 GB RAM. Dan is het nog even zoek naar een leuk kitje ervoor, maar ik heb er eentje gevonden. De G-Skill Aegis 16 GB RAM DDR4 2666. Ja, qua clock timing is hij niet heel erg goed. Het is een CL16 kitje, die had ik wel wat anders gezien. Maar om hier lekker mee te gaan starten is toch wel een prima kitje. Je krijgt 16 GB RAM. Ja, je hebt met Intel niet zo heel veel baat met hoge kloksnelheden. Maar voor nu is 16 GB wel voldoende om lekker mee te gaan beginnen. Kijk, 8 GB is wat je nu echt minimaal nodig hebt voor een leuke game PC. Maar met 16 GB heb je net even wat extra headroom. Maar het is toch wel een leuk kitje voor zijn geld. Daarom dat het er dan ook erin zit. En ja, that's it. Alright, door naar het moederbord. Nou, laten we even zo zeggen, we gaan er niet mee overklokken. Het budget is laag. We gaan niet al te veel extra's erbij nodig gaan hebben. We zoeken dus echt een moederbord wat gewoon de basisfunctionaliteit heeft. Dus geen RGB-verlichting, geen fancy gaming-functionaliteit. Gewoon lekker een basis moederbordje. Nou, Gigabyte heeft hiervoor de H410M S2 V2. En dit is gewoon een standaard budgetbord. Het is niet luxe. Je kan er natuurlijk ook niet mee overklokken. En qua geheugen, ja, het zit dan wel gelijk weer vol. En je hebt mogelijkheid tot één keer een M.2 SD te gaan plaatsen. Maar op zich voor een game PC van 500 euro is dit toch wel een decent bordje. Het is qua aansluitingen ook niet heel uitgebreid. Je hebt 4 keer USB 2.0 en 2 keer USB 3.0. Maar weet je, voor een instap game PC is dit wel een interessant ding. Kijk, je kan natuurlijk ook verder gaan kijken naar andere leuke dingen met RGB-verlichting of zo. Of meer USB-poorten. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar we zitten met het budget. En op zich is de Gigabyte H410M S2 V2 wel een interessant bord voor dit budget. En nou dat hij er ook standaard in zit. Opslag. Ja, dat is natuurlijk ook even een leuk dingetje. Want je moet hier echt gaan bepalen of je kiest voor een langzame harde schijf of een snelle SSD. Neem van mij aan, je hebt veel meer profijt als je nu alvast een SSD neemt en later bijvoorbeeld een harde schijf erbij prikt. Dus we zijn uitgekomen bij de Kingston A400 van 240 giga. Het is geen grote SSD. Het is wel beperkt qua capaciteit. Maar op zich om er lekker mee te gaan starten is het voor nu wel voldoende. Wil je Fortnite erop gaan spelen, is dat geen enkel probleem. Wil je Warzone installeren? Dan zit je wel gelijk aan 100 gigabyte wat al kwijt is. Nou, GTA 5 is op zich ook al een groot spel. Je moet wel een beetje gaan bepalen van wat zijn nou echt de games die je wil gaan installeren. Maar speel je nou wat kleinere titels,
die maximaal 30 à 40 gig groot zijn, dan is dit wel voor nu nog een prima SSD om mee te gaan starten. Je kan natuurlijk ook kijken naar wat anders, zoals een SSHD, maar die prijs is gewoon niet rechtvaardigen. 240 gig SSD voor rond de 30 euro. Dit past ook net in het budget en je gaat het verschil echt merken ten opzichte van een harde schijf. Oh ja, jongens, als je al zover bent in deze video, vergeet dan deze video niet even een duimpje omhoog te geven. Het zou ontzettend gewaardeerd worden en smash ook zeker even op abonneren. En ik zit wel met mijn achterhoofd van ja, er is een kans dat je later je PC alsnog wil gaan upgraden. Misschien wel krachtige videokaarten bij of misschien een andere moederbord met CPU erin. Dat is allemaal mogelijk. Ik wil wel een beetje een voeding hebben met een beetje extra werkruimte. Kijk, misschien wil je het nou totaal niet gaan upgraden later. Dat is natuurlijk ook allemaal mogelijk. Maar ik zoek wel een voeding die wel goed genoeg is voor deze PC. En ik kwam hiervoor terecht bij Be Quiet met de System Power 9 van 500 watt. Dit is dus een 500 watt voeding met een 80 plus bron certificering. En er zit wel een nadeeltje. Hij is alleen niet modulair. Dus alle kabels die zitten ook lekker te bungelen aan het einde van de voeding. Het liefst heb je wel een modulaire, maar die zijn wel een stukje duurder. Maar op zich maar Be Quiet best wel goede voedingen. En voor 500 watt voor rond de 50 euro is op zich best wel een nette prijs. Dan heb je in ieder geval extra headroom voor eventueel later een upgrade als bijvoorbeeld een snellere videokaart wil hebben of een snellere CPU. Je moet er alleen geen 3080 Ti erin gaan prikken. Deze voeding vindt dat niet chill. Ja, en dan is er nog een ander dingetje en dat is de behuizing. En ik zat hier echt van, wat voor kast moet ik hiervoor gaan kiezen? En ik weet al, er zijn al zoveel van jullie die al gaan roepen dat deze kast ontiegelijk lelijk is. Oh ja, en dat je meer FPS krijgt met meer RGB. Nee jongens, het zit er niet in. Maar we hebben toch even gekozen voor een beetje een decent budgetkastje. Het kwam terecht bij Zalman. De Zalman T6. Ik weet, er zijn er al heel veel van jullie die zeggen van dat ding is hartstikke lelijk. Ik snap je. Ik geef je ook totaal geen ongelijk hierin. Want ik ben ook niet helemaal te spreken over het uiterlijk van deze kast. Maar qua functionaliteit, het is inderdaad gewoon een budgetkast. Verwacht er echt niet al te veel van. Je kan hier al je hardware er alsnog in kwijt. Je hebt geen zijpaneeltje, dus je kan niet naar binnen kijken. Maar je hebt wel één keer USB 3.0, twee keer USB 2.0. En standaard ook al een case fan op deze PC zitten. Voor 25 euro. Je kan later al nog gaan upgraden naar eentje met heel veel RGB-verlichting erin. Maar om lekker mee te gaan starten en zet deze lekker naast je bureau neer, is het gewoon een decent kastje. Het is niet een super deluxe ding, maar weet je, 25 euro voor deze kast. Wat moet je anders? Er is nog wel een ander dingetje en dat is natuurlijk ook de videokaart. En ik weet dat er op dit moment al heel veel APU's op de markt zijn die best wel snel is. Maar deze videokaart is op dit moment nog te koop voor minder dan 200 euro en is sneller dan de APU-chips. Ik heb dus hier over de Asus Ares Radeon RX 560. Ja, we gaan kiezen voor een AMD Radeon RX 560. En ik zie iedereen al reageren van super slecht VOK. AMD heeft hier een cheatcode voor. En dat is AMD Fidelity FX Super Resolution. Het is de open source variant van AMD die ter vergelijking is met DLSS. RX 560 biedt hier dan ook ondersteuning voor. Een groot voordeel hiermee is dat het voor jou alsnog eruit ziet alsof het Full HD gaming is. Maar ondertussen achter de schermen worden heel veel tweaks toegepast om alsnog de resolutie kunstmatig te verhogen zonder dat je het zelf merkt. Je krijgt dus extra FPS zonder dat jouw visuele weergave een stuk naar achteren gaat. Zegt dat goed? De Radeon RX 560 heeft op dit moment wel 2 GB VRAM. Het is niet al te veel. Dus als je nou bijvoorbeeld Fortnite wil spelen, is dat geen enkel probleem. Of bijvoorbeeld Rocket League. Maar wil je nou echt hele zware games gaan spelen, dan zal het hier wel heel moeilijk mee worden. Maar op zich, de Asus Radeon RX 560 is wel een heel interessant kaartje. En het is ongeveer te vergelijken qua prestatie met de GTX 1050 Ti op dit moment. Dus voor 500 euro heb je dus een Asus Radeon RX 560. Je hebt dan ook een Intel Core i3-1005F. 60 GB RAM en ook 240 GB aan opslag. Ik zou in dit geval wel kiezen voor een custom PC beeld die je lekker in elkaar kan schroeven. Heb je veel meer voor je geld. Ja, ik had eigenlijk wel gewild dat we wat betere onderdelen gekozen konden hebben. Maar het is allemaal zo messed up at the moment met deze markt. En hopelijk heb je alsnog iets aan deze video gehad. Heb je nog vragen over custom builds of andere tech dingen? Check dan zeker even mijn Twitch. Je live even je vraag stellen. En anders drop je het gewoon even in de reactie beneden of join je even de Discord. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken weer naar deze video. Thanks voor al je support. Het geven van die like en ook het abonneren. En vergeet ook vooral niet mee te doen met die giveaway. Die loopt nog een weekie. En volgende week vrijdag maak je dan ook de winnaar bekend. Stay tuned. Stay mother flipping awesome. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.